De begroting van het dienstjaar 2021 is gisteravond goedgekeurd met 32 stemmen voor en 15 tegen. Ook het herstelplan 2020-2022 is goedgekeurd met 32 stemmen voor. De NDP-fractie heeft zich bij dit punt echter van stemming onthouden. President Chandrika Prasad Santokhi haalde aan dat bij de uitvoering van het uitgestippelde beleid politiek, sociaal en maatschappelijke draagvlak nodig is. Nu kan dus het echte werk beginnen. Dat we bij het nemen van zo'n belangrijk besluit aan de vooravond staan om een zeer zwaarwichtig, comprehensief programma te gaan uitvoeren voor het herstel van de economie. En dat we daarbij niemand moeten uitsluiten en niemand willen uitsluiten. Meneer voorzitter, tegen die achtergrond waardeer ik ook namelijk de opstelling van uw geacht college. Maar in het bijzonder de NDP-fractie, de BEP-fractie, maar zeker de coalitie. Dat we toch in staat zijn geweest om een goede start te maken bij de uitvoering van het programma. Want daar gaat het uiteindelijk om, meneer voorzitter, een goede start maken. Start je met een smalle basis of start je met een ruimere, een bredere basis? En uw parlement heeft laten zien dat we met een brede basis willen starten. President Chandrika Prasad Santokhi gisteren in de Nationale Assemblee. Hij zei dat het parlement gevraagd zal worden te participeren bij het uitvoeren van het plan dat Suriname uit de crisis moet helpen.